We zijn genomineerd als Axo Nobel voor Defensie Responsible Care prijs. We hebben een project samen met een afvalverwerker, of beter gezegd een afvalenergiebedrijf, zoals ze zichzelf noemen, Twents. Twents zit op ongeveer 2 kilometer van onze locatie en we hebben gezamenlijk een stoomleiding gebouwd die stoom levert aan onze zoutproductie hier in Hengelo. Waar ik het meest trots op ben is dat het eigenlijk na een aantal eerdere pogingen nu echt gelukt is. We hebben dat denk ik voor elkaar gekregen doordat we een constructie hebben gekozen waarin het niet een puur leveringscontract is, maar waar het een project is waar winsten en verliezen door beide partijen worden gedeeld, dus door Twents en door Axo Nobel. We hebben een veiligheidsdag georganiseerd voor de kinderen van de basisschool van de hele gemeente Kranendonk. Zeg maar de voor ons relevante omgeving hier in de regio, of misschien wel de lokale omgeving. Ja, en we hebben gemerkt dat het veiligheidsgebeuren wat binnen Nierstar speelt ook best wel interessant zou kunnen zijn voor die kinderen op school. Dat ze meer veiligheidsbesef hebben van deelnemen in het verkeer en fietsen en dat soort zaken. De zichtbaarheid van de kinderen in het verkeer die is duidelijk verhoogd. En soms denken we wel eens dat het verplicht zou moeten zijn. Maar dit vinden wij als politie natuurlijk een heel goed initiatief. Het mooiste vond ik de rondleiding van de fabriek. Ik vond dat wel leuk om dat allemaal zo te zien. En wat ze daar allemaal deden. Zink maken en zo. Nou, we hebben ons ingeschreven omdat we de stelligste overtuiging hebben dat de supply chain in chemicals in Europa de afgelopen jaren echt een responsible care houding heeft laten zien naar de industrie. En ook duidelijke resultaten waarin we zien dat de veiligheid en het maatschappelijk ondernemen duidelijk tot zijn recht komt en tot uiting komt. Wat wij gedaan hebben is als voorbeeld het veiliger maken van onze spoorketelwagons door ze te voorzien van zogenaamde crash buffers. Dat zijn eigenlijk een soort airbags die in geval van een ongeval zoveel energie absorberen dat de tanks heel blijven en er dus geen brand of explosie ontstaat.